Oud-minister Robert Benoît heeft vandaag het roer overgedragen aan minister Lilian Verrier van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, MINOC. De overdracht vond plaats in het bijzijn van staf- en personeelsleden. Voor Benoît was het een moment van blijdschap, omdat hij naar zijn zeggen eindelijk een burger kan zijn. De scheidende minister geeft aan dat hij geen slechte herinneringen heeft aan zijn ambtsperiode. Daarvoor heeft hij als docent gediend. Hij was directeur van verschillende middelbare scholen en ook directeur van het examenbureau. De laatste functies die hij heeft bekleed zijn beleidsadviseur en directeur op het MINOC. Benoît vroeg aan de staf en het personeel de nieuwe minister te ondersteunen. Dames en heren, wij gaan vandaag het schip overdragen aan een nieuwe kapitein. En die nieuwe kapitein van het schip is mevrouw Verrier. En uiteindelijk is het belangrijk dat ik erop reken dat jullie als staf en organisaties volle ondersteuning geven aan deze minister, zodat kwaliteitsbewaking in alle facetten van ons onderwijs voortgang kan hebben. Het zal niet eenvoudig gaan. En niet voor niemendal had ik soms de term korte met de harde taal. Ja, misschien was ik een harde lijner, maar ik hou niet in mijn leven van een grijze zone. Het is ja of nee. We kunnen alleen door concreet beleid, door ja of nee te zetten, precies weten waar we aan toe zijn en wat we willen. Benoît bedankte de personeelsleden voor alle ondersteuning en ook voor de battles die gevoerd moesten worden. Minister Verrier komt niet uit het onderwijsveld. Als consultant was ze wel indirect betrokken bij het onderwijsgebeuren. Verrier was de afgelopen 7 jaar voorzitter van de presidentiële werkgroep Integraal Kinder-Jeugdbeleid. De bewindsvrouw geeft aan dat het belangrijk is alle ontwikkelingen te volgen en vooral daaruit te leren. Je mag nooit stoppen met leren. En dat zijn dus de dingen die voor het beleid dat we samen gaan uitvoeren heel erg belangrijk zijn. U moet niet stoppen, want die ontwikkelingen gaan nu zo hard dat u met alles wat u nu hebt, het moet bijdienen. Want anders raakt u achter. En als u achterraakt, en zeker de OD's en de beleidsadviseurs, dan raken alle medewerkers achter en dan raken ook de kinderen achter. En dat is wat, waarom ik misschien zo heftig lijk soms, maar wat we onze kinderen aandoen in het onderwijsproces, dat moet echt anders. Verrier wil elk kind van Suriname gelijke kansen geven om zich optimaal te ontwikkelen. De overdracht vond plaats in de vergaderzaal van MINOC.